Welkom bij de vierde, tevens laatste aflevering van onze serie over archeologie in Papendrecht en de Alblasser Waard. In de vorige afleveringen lieten wij u zien dat er in de Alblasser Waard heel veel werd en wordt opgegraven, gevonden en ontdekt, dat ons beeld over het verleden steeds meer verrijkt. Een van de vondsten betrof die van veeneiken. Dit zijn subfossiele overblijfselen van bomen die honderden tot duizenden jaren geleden hier in de moerasbossen groeiden. Bij het ontstaan van veen werden de eikenstammen en stronken in zuurstofloze omstandigheden geconserveerd. Veeneiken werden gevonden bij het turfsteken. Nu, bij de inklinking van het veen, komen ze steeds verder bloot te liggen. De heer Korevaar van het gebiedsplatform Alblasser Waard vertelt erover het volgende. Het initiatief is dus van onze vereniging om hier een aantal van deze veeneiken te plaatsen in de vorm van een kunstwerk. Deze veeneiken komen tevoorschijn uit de bodem van de Alblasser Waard en ook niet zo ver hier vandaan. Bij het Gaskoppenstation hier dichtbij zijn deze bomen bij het graven van sloten rond dat station tevoorschijn gekomen. En deze bomen die komen uit het Hollandveen, dat is het bovenste pakket veen. Wat hier gevormd is in de periode 2500 voor Christus tot ongeveer het begin van de jaartelling. En we hebben gemeend dat deze bomen een plek moeten hebben en dat ze zichtbaar moeten worden om na te denken en bewust te worden over het feit dat we over een bodem lopen die al zo'n lange ontstaansgeschiedenis heeft. Het slot Herlaar lag vroeger tussen Ameide en Tienhoven. Van het oorspronkelijke slot is niets meer overgebleven, uitgezonderd het toegangshek. Op Lekdijk 84. Op vrijdag 18 november 1955 zijn bij het graven van een sloot bij slot Herlaar enkele scherven van eetgerei en een werpkei gevonden. Deze lag op 1 meter diepte en heeft een omtrek van 1 meter en 10 centimeter en een doorsnede van 35 centimeter. Een werpkei, ook wel blijdekogel genoemd, is bolvormig en gemaakt van natuursteen. Werpkeien werden gebruikt bij belegeringen van kastelen, vestingen en steden en werden middels een mechanische werparm met grote kracht tegen de muren geworpen. In Giessen Oude Kerk staat naast de hervormde kerk een school. De straat aldaar moest worden opgeknapt en de gedachte ontstond om dan ook meteen zichtbaar te maken waar vroeger het koor van de kerk heeft gestaan. Aan de geschiedkundige vereniging Giessenburg en Scheluinen werd gevraagd om de fundering van het in 1838 gesloten koor op te graven. Men dacht dat het een goed plan zou zijn om dan ook te zoeken naar het praalgraf van de heer van Giessen Oude Kerk en verder archeologisch onderzoek te doen. Daarvoor werd de medewerking gevraagd van de AWN, dat is de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek en Merwede. Ook werd een oproep geplaatst in de lokale media voor vrijwilligers, voor het graafwerk.
In maart 2005 werd met de werkzaamheden begonnen onder leiding van Bert den Boer van de geschiedkundige vereniging. Hij gaf de leiding voor de werkzaamheden later over aan Teus Korevaar, de voorzitter van de AWN, die veel ervaring heeft op het gebied van archeologisch onderzoek. Een aantal vrijwilligers, waaronder burgemeester Boot van Giessenlanden met haar twee dochters, meldde zich voor het graafwerk. Door haar drukke werkzaamheden bleef de bijdrage van de burgemeester beperkt tot één dag. Het dorp wordt nog altijd gedomineerd door de 15e-eeuwse kerk met de Lieve Vrouwentoren. In de toren hangt een in 1446 door Gerrit Butendiek gemaakte luidklok met een gewicht van 750 kilogram. De kerk behoorde tot het kapittel van Sint Marie in Utrecht en was een hoofdkerk in het gebied ten noorden van de Giessen. Giessen Oude Kerk was in de middeleeuwen een belangrijk dorp. Uit grafelijke rekeningen blijkt dat hier al in 1329 een jaarmarkt werd gehouden. Voor onze geschiedschrijving is het van belang een omvangrijk beeld van ons verleden te hebben. Onze gewoontes, gebruiken en cultuur hebben hun oorsprong vaak in het verleden. Daarom wordt archeologisch graafwerk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Vaak wordt in de opgetekende geschiedenis gekeken. Er worden opnames van plekken gemaakt, vaak vanuit de lucht. Met luchtfotografie kan de onderzoeker op een unieke manier resten van gebouwen en structuren traceren. De plekken waar ooit mensen woonden, zien er vanuit de hoogte vaak anders uit door een verschil in vegetatie en lichtreflectie. Het onderscheid in het plantendek wordt veroorzaakt door een stagnerende groei boven muren. Het graf van de heer van Giessen Oude Kerk werd ook blootgelegd. Zijn naam was Jacobus Hofman, geboren in 1709 en overleden in Hoorn in 1793. Hij werd in een lodekist overgebracht van Hoorn naar Giessen Oude Kerk en in het koor van de kerk begraven. Zijn rouwbord hangt nog steeds in de kerk. Zijn lijfspreuk was Spero dum spiro. Zolang ik adem, hoop ik. Het graf was waarschijnlijk met de sloop van het koor in 1838 al verlaagd. Op het graf lag nog wel de zware hardstenen plaat. Deze plaat was in stukken gebroken, maar nog altijd veel te zwaar om met de hand te verwijderen. Daarvoor moest zwaar materieel worden ingezet. Onder de steen werden de beenderen van de heer van Giessen Oude Kerk en restanten van de lode kist gevonden. Van een van de beenderen is een monster genomen om te controleren of de ouderdom van de botten werkelijk overeenstemde met het jaar van overlijden van de heer van Giessen Oude Kerk. De uitslag, die na enkele weken binnenkwam, gaf aan dat dat zo was.
Met vereende krachten werd na korte tijd de fundering van het koor blootgelegd. Ten noorden van het koor trof men de fundering aan van een vierkant gebouw, de sacristie. De fundering van het koor strekte zich uit tot onder het nieuw gebouwde gedeelte van de oude school. Daarom moest ook onder de vloer van dit gebouw gegraven worden. In totaliteit werden meer dan 800 beenderen en schedels gevonden. Al deze skeletten zijn na onderzoek, in samenwerking met de gemeente Giessenburg, op een aparte plaats op het kerkhof van Giessen Oude Kerk herbegraven. Naast deze skeletten werden bijna geen voorwerpen gevonden, slechts knopen en een enkel ringetje. In de film kunnen wij zien hoe zorgvuldig de werkers aan de slag gaan. Elk steentje wordt van aarde bevrijd om te kunnen zien of het iets waardevols zou kunnen zijn. Het vinden van archeologische objecten is spannend en interessant. Ze kunnen waardevolle aanvullingen of inzichten geven over mogelijke archeologische vindplaatsen of van waarde zijn voor bijvoorbeeld de numismatiek, zoals munten. Tabacologie, zoals pijpenkoppen of andere vondstgroepen. Nadat de funderingen in kaart waren gebracht, werd het hele gebied weer toegedekt met zand en kon er worden herbestraat. Nu is nog altijd te zien waar de funderingen van het koor en het graf van Jacobus Hofman zich bevonden. Zelfs in de vloerbedekking in het nieuwe gedeelte van de oude school is de fundering van het koor zichtbaar gemaakt. In de Alblasserwaard vanaf Papendrecht tot Gorkum worden nog altijd op diverse plaatsen resten gevonden van bewoning van vele eeuwen geleden. De historische verenigingen en de archeologische werkgroepen brengen onze geschiedenis steeds nauwkeuriger in beeld. Wij hopen dat wij met deze serie uw interesse hebben weten te wekken voor het verleden van onze Alblasserwaard. Een streek vol historie, met een prachtige natuur, waar windmolens getuigen van het gevecht met en tegen het water. De Alblasserwaard, een streek om van te houden.